Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Achter mij de Intertoys. Vanaf vandaag hebben ze hier weer vuurwerk. Onder andere knetterlint heb ik gehoord. Dus wij gaan zo even naar binnen. Een leuk tasje scoren en voor jullie vergelijken of het de moeite waard is. We waren de vorige keer natuurlijk bij de HEMA. Daar zag je ook knetterlinten van Weco liggen. Dus ik heb het idee dat Weco de knetterlinten gewoon bij de lokale winkels heeft gelegd. En niet meer bij de Lidl. Want bij de Lidl krijgen ze natuurlijk veel minder marge. En daarom zouden ze ze denk ik gewoon bij de lokale winkels neerleggen. Wij gaan nu naar binnen kijken of ze vuurwerk al hebben in de schappen. Ik zie nog niks. Wat denk jij? Hebben ze wat, denk je? Wellicht. Let's go. Tijdens het luchtalarm komen we bij de Intertoys. Er ligt al vuurwerk hier. Nou al, het is al december natuurlijk. Wat hebben ze? Ook hier jongens. Knetterlinten van Weco. Juist. Dus het lijkt er echt op dat, dat Weco hun knetterlinten niet bij de Lidl heeft gelegd. Maar bij de winkels zelf, zodat ze natuurlijk veel meer ervoor kunnen vragen. Er zitten er voornamelijk 4 in voor 3 euro. Dat is aardig duur, maar we gaan hem wel meenemen. Om voor jullie even te kijken of ze de moeite waard zijn. Grondbloemen. Ook mooi, is het ook Weco? Denk het wel, hè? Ik zie het niet, man. Dat daar onderaan toch? Nee. Ja, joh. Die halen we. Grondbloemen. Puur met 60 delen. Er zullen wel 55 knalerwten in zitten. En dit is ook een grondbloem, man. Dit is 5 euro en die ook. Allebei 50 stuks, toch? Raar, man. Ja, en die knetterlinten nemen we natuurlijk mee. Om gewoon even te testen voor jullie of het de moeite waard is. En dan gaan we nu naar locatie om het af te steken. Hebben we die My Plasma stick nog? Nou, ik heb sowieso al een... aanstekertje. Nou, we hebben deze nog, van My Plasma, die matgouden. Nog steeds met de kortingscode PYROTEAM Delft te bestellen, jongens. Wel bijna uitverkocht, hoorde ik. Dus sla nu je slag, nu het nog kan. Gaan we even beginnen met de grondbloemen. En wat ik hier bijzonder aan vind, is dat ik bijna nog geen winkel gevonden heb waar ze grondbloemen dit jaar verkopen. Ja, heel weinig dit jaar. Ik weet niet wat het is, maar we beginnen even met de grondbloemetjes. Kijk hoe die zijn. Die tollen dus niet. Eigenlijk gewoon een fonteintje op de grond. Ja. Nou, deze gaat wel tollen, denk ik. Ja, die tollen. Tollen Lola. Ja. Hadden we niet ook dat andere... Het is wel fris, hè? Ja, jongens, Street Power pakket. Ik ga echt lachen als hier ook knalerwten in zitten. Denk het wel, bro. Ik hoop het niet. Oh, zo. Hè? Zo, dit is lachen? En er staat op... Niet doorvertellen, dit zijn Black Bermuda's. Hey, ja. Ik vind deze. Wat de fuck, ja, man. Ziek. Maar hier, moet je kijken, jongens. Kleine Bermuda'tjes. Nou. Niet te onderscheiden van de echte. Hè? Ja, maar ik dacht echt dat daar knalerwten in zouden zitten, man. Ja, ik ook, omdat het staat 60-delig, jongen. Wat betaal je ervoor? 2, 3 euro of zo? Ja, dan is het echt de moeite waard. En als deze dan nog eens goed knetteren. Knetta. Zo, ben benieuwd. Dat is toch wel lachen. Ja, zeg je eerlijk? Even een andere kappel, man. Ja, het zijn lauw, man. Het zijn lauw. Ik vind het fucking ziek, hoor, deze. Ja, joh. Zakje, kijk. Alleen die vonkjes gaan wel ver, hè? Ja, maar het is wel ziek, hoor, dit. Mm-hmm. Kijk, dit is nou nog eens leuk vuurwerk. Huh? Ja, ze stijgen op, kijk. Lijkt op een halve voet zoeken. Alleen je kan ze niet ver weggooien, hè? Ga maar eens wat doen, hè? Ik heb hier wat Bermudatjes voor jou. Zo. En zitten er echt veel in een zakje, hè? Hoeveel zitten erin? 30 dan, hè? 30 knetterlinten. Zo. Daar zaten meer balletjes in. Ja, deze zijn, dat pakket is echt ziek. Dus als je het aan mij vraagt, haal dat pakket. En bij de HEMA kan je dus die knetterfonteinen halen. Dan heb je eigenlijk de beste producten van de twee winkels. Hey, doe even die knetterlint, daar ben ik ook benieuwd naar, man. Er zijn er ook heel veel. Eerst even één en dan daarna het hele zakje, denk ik. Het zijn die minietjes, hè? Ja, het zijn minis, maar misschien zijn ze wel heel goed.
Oh, lachen. Schattige dingetjes. Nou, op zich, is er eentje? Op zich best goed hoor. Wij hebben namelijk vorige keer... Zo! Zo. Ah, die zijn echt goed, man. Die zijn echt goed. Ja, dit pakket is goed hoor. Ja, zo. Het is een goed pakket, man. Ik denk als je heel dat zakje doet... Het is ook grappig... Zo. Het is ook grappig dat het hele kleintjes zijn, joh. Ja, man. En dan heb je die met 70 centimeter en dan deze met, ja, wat is het? Twee? Ja. Mooie variatie bij de Intertoys. Maar wel heel veel vonken, man. Je moet er niet met je nylon jasje... Lauw, man. Doe heel dat zakje dan. Vonken, zeg. Heel ziek die vonken. Hema zijn echt troep gewoon. Daar had je pruttellinten. En hier heb je wel echt knetterlinten, weet je. Bij muurtjes. En knetter. En grondbloemetjes. Dan hebben we alles. Wel toch? Hoop ik wel. Mooi, aardbrand. Ja, die gaan lang door, man. Mooie dingen, man. Alles op. Zeker? Tasje half in de fik. Yup. Alles gedaan. Deze was het waard. Ja, die was het echt waard, jongens. Eén grondbloemetje nog voor de grap. Dus, we gaan nu even voor de knetterlinten. Die schijnen 70 centimeter te zijn. Of dat ziek is, weet ik niet. Oh. Zo. Ah, ze zijn wel lang inderdaad. Wel lange ketsers. Langer dan het gewend waren. Ook van Weco. Misschien zijn deze wel even goed als die van de Lidl. Laat het hopen, man. Daar gaan we nu achter komen, man. Ze zijn lekker lang. Maar wel lekker lang en lang. Ja hoor. Ja, dit is hoe we ze kennen, hè, van Weco. En duurt ook lang. 100k rolletje. En weet je waar deze mij aan doet denken? Aan de Magic Grip van een paar jaar geleden in België. Ja man, van Astro. Ja, die ja. Lang en heel langzaam. Op zich wel de moeite waard, toch? Ja, het is wel leuk, weet je. Lekker lang duurt het. Gooi er een paar bij dan. Alles in één keer erbij. Zo. Ik ga even terug hierheen, hè. Kom op. Wel veel vonkjes was. Allebei in één keer. Hoppa. De beste mensen. Hey, ik ga nog een pilly cracker, man. Zo. Ja, als weer bij elkaar, dan gaan we uit. Gaan we lang door, hè? Gaan we echt lang door, hè? Zo'n pakje in één keer is ook leuk. Je hebt eentje in water. Fantastisch. En nog één. En jongens, je had dus ook die nieuwe, dat ook andere grondbloemen in een pakje zitten, maar die hebben we dus gelaten, omdat we dachten, ja, we hebben deze al. Ja, het is toch allebei van Weco, toch? Oude vertrouwde, precies, daarom. Dat was allebei van Weco. Dus, ja. Maar even gelijk even dit doen, zo, hoppa. Blijft ook altijd wel grappig, hè, dat we dit altijd super leuk vonden om te doen vroeger. Grondbloemen blijven lauw, man. Puur om het afsteken. Niet eens om wat het is, maar puur om het afsteken al. Klopt. Nou, Desley, heb even wat bij elkaar gelegd. Kan je aandoen. Er komen heel veel vonken van die knetterlint af. Niet normaal. Niet normaal, gek. Rookie erbij. Ja jongens, dat was de video voor vandaag. Als je het aan mij vraagt, is dit pakket echt de moeite waard? Gewoon om te halen. Dan hebben we bij de HEMA natuurlijk de knetterfonteinen die de moeite waard zijn. En zo kan je nog best wel een leuke categorie 1 collectie bij elkaar krijgen. Voor de rest zou ik het laten liggen, maar die bermudertjes waren wel lauw, hè? Ja. Heel veel vonken kwamen daar vanaf. Moet je dus wel voor uitkijken. Ik kan er moeilijk meter vanaf staan. Dan heb je allemaal gaten in je jas.
Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Morgen om 4 uur gewoon weer een video, jongens. Laat weten in de reacties waar we naartoe moeten. Want misschien missen wij een paar winkels waar je ook ziek vuurwerk hebt. Thanks voor het kijken. Tot morgen.